zijn vandaag in Vledden, in de Viersterrenhut. Dat is een fotohut. Die kun je huren om vogels te fotograferen. Ik ben Edo van Uchelen. En ik vind het leuk om wilde dieren te fotograferen. Met name vogels vind ik heel erg interessant. Het leuke van vogels fotograferen in een schuilhut is dat je door de vogels niet gezien wordt. Dus je kunt van heel dichtbij kun je vogels fotograferen. Deze hut die is voorzien van zogenaamd spiegelglas. En dat zorgt ervoor dat als je in de hut zit, dat de vogels jou niet zien. Maar wij kunnen wel van binnenuit naar buiten toe de vogels heel goed zien en door het glas heen fotograferen. Het verschil met fotograferen van vogels in de fotohut en gewoon in je achtertuin is dat je de vogels niet verstoort als je in een hut zit, omdat ze je niet kunnen zien. Maar je kunt natuurlijk gewoon vanuit je woonkamer, als je geluk hebt, soms ook vogels fotograferen zonder dat ze je zien. Maar in het algemeen kom je bij een fotohut veel dichter bij de vogels. Als je een hut huurt, heb je in ieder geval een camera nodig. Het kan een systeemcamera zijn of een spiegelreflexcamera. En belangrijk is dat je een telelens hebt van minimaal 300 mm. Als je niet een telelens hebt, dus geen 300 mm telelens, een 200 mm kun je ook nog mee werken. Er zijn eigenlijk twee trucjes. Of je moet gewoon een lens huren, dat kan ook, voor een dagje. Maar wat je ook kunt doen is voor de hut, dan mag je zelf voeren. Je kunt ook gewoon dichter bij het glas voeren, dan komen de vogels dichterbij. Dus dan heb je minder telebereik nodig. Dan kun je zelfs met een 150 mm kun je al aardige foto's maken. Als ik uit de schuilhut fotografeer, dan gebruik ik eigenlijk standaard een vrije korte sluitertijd. 1/250ste of 1/400ste. En dat is nodig om ervoor te zorgen dat de vogels die heel erg bewegen, dat die er scherp op staan. En die sluitertijd die combineer ik meestal met een open diafragma. Dan heb ik soms 2.8 of 4. En dat zorgt ervoor dat de achtergrond mooi wazig wordt. En dat komt de kwaliteit van de foto ten goede. En dat open diafragma, dat zorgt er ook voor dat ik niet een hele hoge ISO-waarde nodig heb. Meestal zit ik met mijn ISO tussen de 400 en 800 op een bewolkte dag. Maar als het zonnig weer is, dan kan ik een kortere sluitertijd kiezen, bijvoorbeeld 1/500ste seconde. Waardoor ik nog meer scherpte krijg als vogels bijvoorbeeld gaan badderen in het water. Maar ik kan ook mijn ISO-waarde, die kan ik omlaag doen tot bijvoorbeeld 250 ISO, 100 ISO zelfs. Wat het belangrijkste is met je camera dat je de sluitertijd zelf kunt instellen. Dus je moet kunnen kiezen voor een snelle sluitertijd. Minimaal 1/250ste seconde. Mijn favoriete lens in de schuilhut, ja, ik gebruik 400 2.8. Dat is echt een fantastische lens, want die is heel lichtsterk. Je krijgt een hele mooie, ja, bokeh heet dat, een hele vage achtergrond. Dus je kunt je onderwerp heel mooi isoleren. Welke schuilhut ga je nou? Er zijn heel veel schuilhutten tegenwoordig in Nederland. Heel veel fotohutten moet ik zeggen. Naar welke hut ga je toe? En je kunt meestal als je op internet zoekt naar fotohutten, kun je een beetje zien welke vogels je daar kunt verwachten en in welke tijd van het jaar. En op basis daarvan kun je een beslissing nemen welke hut je gaat bezoeken. Het leuke van het fotograferen uit zo'n schuilhut is ook gewoon dat je een dagje uit bent. Je zit lekker in de hut, je zit naar vogeltjes te kijken. En het is verbazingwekkend om te zien hoe dichtbij die vogels komen, omdat ze jou niet zien. En natuurlijk dat ze een natuurlijk gedrag vertonen.